Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Race Planet. Brada, brada, brada! Oh! Mooie oh. Wow. In de snelste quiz gaan vier kandidaten in de dikste auto op hoge snelheid de strijd met elkaar aan. We testen hun muzikale kennis terwijl zij met 220 km per uur over het circuit van Zandvoort scheuren. En dan is de vraag natuurlijk, kunnen ze multitasken onder zware G-krachten? Zijn ze genoeg gekwalificeerd om de hoge noten te halen of wordt er alleen maar gegild? Brada, brada! En de uiteindelijke vraag is, wie wordt de 538 champion? En in deze aflevering doen we dat met Busy. Je komt vol zelfvertrouwen aanlopen. Je ziet het. Ik kom vol zelfvertrouwen aan. Paraderen. Maar weet jij wel wat wij gaan doen? Want ik ken jou een klein beetje. Heb je je voorbereid? Nee, ik wist net nog niet wat ik moest gaan doen. Sterker nog, ik zette het adres in mijn navigatie. En toen dacht ik, hey, dat is heel dicht bij het circuit in Zandvoort. Nou, dit is een droom die voor mij uitkomt. Ik heb nog nooit Formule 1 gekeken en nu sta ik gewoon op een Formule 1-baan. Circuit. En circuit, heet dat zo? Een circuit? Nu hebben ze je uitgelegd wat wij gaan doen en jij hebt de opdracht ook verstaan. De opdracht is dat jij allemaal nare dingen aan mij gaat vragen terwijl we hier in die waggie rijden. En ik vind het een uitdaging. Ze dachten van, durf jij dit wel? En toen zei ik, hell yeah. De eerste ronde gaat van start. Busy gaat zo meteen hier circuit van Zandvoort op. Hij mag geen ja, geen nee en geen zeggen. Je krijgt 3 strikes. Dus als je 3 keer een ja, een nee of een zegt, dan ga je van de baan af, dan krijg je geen punten. Je krijgt voor elkaar om het allemaal niet te zeggen. Dan krijg je 30 punten. En dan kom je dus heel goed die eerste ronde door, Busy. Ik hoop dat je het redt. Ik ben er niet helemaal van overtuigd. Moet ik eerlijk in zijn. In hoe erg zijn jullie verzekerd, peoples? Wij zijn heel goed verzekerd. Hoe goed ben jij verzekerd? Ja, niet voor mongoliede dingen. Is het echt safe, guys? Het is helemaal safe, dat beloof ik je. Oké, ja, dan ben ik ready. Oké, dan gaan we officieel van start. Het enige wat je hoeft te zeggen is ja en we gaan rijden, Leo. Let's go. Ik heb het gevoel dat deze guy veel te hard op de fucking bocht afgaat. Eerste vraag. Broer. Busy, heb jij zin in de zomer? Ik heb zin in de zomer, man. Brada, brada, brada! Welk nummer bracht je in 2018 uit samen met Kraantje Papi, Chief en Young Drup. Felix? Ja! Nee, dat mag niet zeggen! Dat is... 2 fouten al in 1 keer. Wat staat er op jouw ketting allemaal? De naam van mijn vrouw, mijn kinderen, mijn daghoe. En mijn eerste benen. Is er ook een track waarvan je dacht, die had ik beter niet uit kunnen brengen? Er zijn er heel veel van. Maar nooit spijt hebben. Gewoon doorpakken. Op welke track heb jij het meeste geld verdiend? Traag. Ben je er trots op? Broer. Staat er nog een artiest op je wishlist waar je graag mee zou willen samenwerken? Tuurlijk, heel veel. Wil je ook een naam horen? Graag. J Balvin, Drake, Kanye, Travis Scott, Rosalia. Wow. Dit zijn dingen, ik weet niet waarom je dit doet, broer. We hoeven niet te remmen als je gewoon rustig rijdt. Jezus. Moeten we stoppen? Dat is niet nodig. Het mag van mij als ik alle punten hou. Kijk. Je hoeft maar jou nee te zeggen en we stoppen. Ja, maar ik hou niet van verliezen. Ja, dat is 3. Jammer. Wat, we gaan gewoon stoppen random hier gewoon. We stoppen random op de baan omdat jij 3 fouten hebt gemaakt. Dus nu mag ik weer wel ja en alles zeggen. Vanaf nu mag je alles weer zeggen. Dit gaat hard, broer. Het is sick, hoor. Ja, kijk jij maar op de weg, pik. Hé, hey, dat viel mee. Ja, viel reuze mee. Viel reuze mee. Waarom hoorde ik je zo schreeuwen? Ja, dit gaat echt heel hard. Ja? Ja, deze man is lastig. Hij zegt ook niks. 3 keer ja. Helaas. Dirk, je hebt het goed gedaan. Ja. Oké, ronde 2 krijg je
een nummer en een artiest. En als je 5 woorden uit volle borst mee kan zingen, krijg je 10 punten. 1 ronde lang zoveel mogelijk punten verzamelen. En ik heb nog een verrassing voor je die je mee mag nemen. Oh, dat is die verrassing. Bro, ik heb geen droge kleren bij me, ouwe. Dit gaat never, dit gaat geen minuut goed. Oh. Ik kan dit niet eens lopend. Nou, succes. Ja, dankjewel. Ik weet niks van Suzanne en Freek. Goed, oké, dan gaan we naar de eerste. Goud, Suzanne en Freek. Nog nooit van gehoord. Goud, 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 goud. Go to, go to, go to, go to. Volgende. Jungle, broederliefde. Wacht, die ken ik. Die Jungle, ken ik broederliefde. Gewoon. Ja, ik moet even nadenken. Wat hier is een ander. Fuck, ik ken hem gewoon. Wacht even. Nee, we gaan door. Ik ga zwemmen, Mart Hoogkamer. Ik ga zwemmen in mijn cardilemmen. Een echte tijger is niet te temmen. Ik dat is 10 zwemmen. Punten. Oké, okay, lekker. Stiekem, Maan en Goldband. Stiekem naar de maan kijken en kooksnuiven op het podium. Is niet zo heel stiekem. Watermelon Sugar, Harry Styles. Watermelon Sugar. Ha! Watermelon Sugar. Ha! Watermelon Sugar. Ha! Dat is 20 punten voor jou. Deze moet je kennen. Energie, Ronnie Flex. Normaal doe ik dit niet. Ik hoop dat je dit ziet. Ik voel je energie. Het is oké. Normaal praat ik niet veel. Bon gepakt, Donnie en René Vroger. Ik heb een bon gepakt, maar ook een ton gepakt. Het mooiste van een feestje op de mond gepakt. Fantastisch, 40 punten. Lil Craney, Kraantje Papi. Hey. Back now. Back now. Shit, sorry Alex. Ja, ik ben weer back now. Back now. Back now. Zoutelandenbluf, die moet je kennen. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Dat is het verkeerde nummer, Busy. Waar ik voel me op je rust. En het heel hoe ver ik ga, heeft met afstand niks te maken. Hoogstens met de tijd. Ik had dus vroeger een chick die ook blufteksten niet kende. En dan gebruikte ik altijd bluftekst als we ruzie hadden. Dan appte ik dat gewoon naar haar toe. En dan schatteer ik, deze guy is koud en poëtisch en romantisch. Maar dan wist ze niet dat het een bluftekst was. Staat de champagne nog? Zeker. Goed gedaan, 50 punten. Kom maar naar binnen. Ja. We mogen naar binnen, we mogen naar binnen. Ja, ja. Kijk eens. Dit heb je goed gedaan. Dit heb ik serieus goed gedaan. Ik keur dit goed, dames en heren. Het is net aan, maar ik keur het goed. En dat betekent dat de punten worden verdubbeld. Oftewel, 100 punten in deze ronde. Dit is de finale ronde. Het moment om de eindsprint te trekken. Bij elk goed antwoord rijdt de auto 20 km per uur harder. De snelheid waarmee Busy de finish overrijdt, tellen we op bij zijn totaalscore. Busy, ja. Ronde 3, snel, sneller, snelst. Bij elke vraag ga je 20 kilometer harder. Dus aan het einde van al deze vragen, als je alles goed hebt, zou je met 220 km per uur binnen kunnen komen. Is dat duidelijk? Zij valt op mijn imago, mijn eigenschappen. Ik weet eindelijk weer die tekst van Jungle, ik ken het gewoon. Wel een beetje laat. Ja. Goed, dan ga ik de eerste vraag zo op jou afvuren en dan zou jij de eerste 20 km per uur kunnen gaan halen. Vraag 1, naar welke plaats neemt Fleming je mee? Op Amsterdam. Date. Vraag nummer 2, zing een liedje hardop met dier in de lyrics verwerkt. Ik ben hier met die tijgers en we houden niet met lions. Stel ik goed, jullie mogen naar 40 kilometer. Zing af, Cassie, Keno. Kenuka Teresiris. Kijk, dat kan ik niet goedkeuren. Ja, weet ik toch niet, bro. Nee, jawel, deze ken jij heel goed. En dan komt die Cassie, Keno. Kenunka Teresire. Pierre. Kerata is een maroge zomero die zegt. Stel ik goed, we gaan naar 60 km per uur. 60 km per uur, let's go! Wat bestaat er volgens Marco Schuitenmaker echt?
Ik weet niet wie de fuck Marco Schuiten, maar... Oh, wacht. Een echte... Een engelbewaarder. Een engelbewaarder. Heel goed. Jullie mogen naar 80 km per uur. Van welke track is dit de Engelse vertaling volgens Google Translate? The world is flat again. Yes. Sterrenstof van Jeugd Tegenwoordig. Let's go. Wow. Dat je die weet, jullie mogen naar 100 km per uur. 100 km per uur, daar gaan we. Hoe vaak zit het woord zomer in jullie zomerhit? Zin in de zomer, man. Je mag er 3 keer naast zitten. Ik heb zin in de zomer, man. Ik heb ook zin in de zomer, man. Is het al zomer, man? Want ik heb zin in de zomer, man. 4 keer 8. Ik denk 20. Fout. Oh, wacht. Je hebt natuurlijk ook in de versus. 32. Dat is precies goed. Op het randje. Mag naar 120 km per uur. Maak de zin af uit de trek. Doe me dansje. Vrijdagavond champagne. Ik heb een knotje in mijn haar en ik heb Boeddha to Boeddha aan mijn pols. Ik doe mijn dansje. Doe mijn dansje. Nee, vrijdagavond. Champagne, nieuwe bitch, nieuwe tanden. Nieuwe tanden. Dat is jammer. Welk lichaamsdeel ontbreekt er bij snelle en kraantje? Ruggengraat. Wederom goed, 140. Let's go. Welke track bevat de hit Vluchtstrook van Chris Cross als sample? Have you ever been mellow? Van Marianne. Oh, die is op het randje goed. Ja. Yeah. Die is op het randje goed. Als ik het goed heb, is dat... 160 km per uur. 160 km per uur. Kijk. Dat doe ik. Hey, ik kan jou vertellen, jij hebt de eerste plek. Ja, dat dacht ik al. Komt ook omdat je de eerste gast van het seizoen bent, maar je hebt het fantastisch gedaan. Snap je? Heb je jezelf nog ergens verrast? Ja, ik vond het heel erg. Nogmaals, shout-out Broederliefde en Jack Chirac. Jungle, dat ik die niet kende, vond ik heel gek. Kijk, dat ik Suzanne en Freek Pokkels niet ken, dat was voor mij... Ik weet dat ze het heel goed doen, ja. Maar ik heb nog nooit een liedje van hun geluisterd. Oké, okay, dus dan willen we nog wel even Jungle hebben. Zij valt op mijn imago, mijn eigenschappen. Ik ben een jongen van de jungle, ben een strijder voor je. Nu wil zij mij, doe weer. En we komen uit de jungle. Het is zo verontrustend om zo naast jou te staan als jij zo zingt. Ik dacht echt, ik wil hier zo graag weg. Je staat bovenaan. Ik ben trots op je. Ik ben echt een paar keer verrast geweest over jouw kennis. Maar ik denk dat je toch wel diep ingehaald gaat worden door de rest die hierna komt. Satu, one. Number one. Nou, wil jij nu ook over het circuit kunnen racen? Dat kan. Ga dan naar 538.nl/race. En win dan hier een Race Planet arrangement. En dan kun jij hier met je vrienden eventueel wel losgaan. Tot later. Dit was hem. Vergeet niet te abonneren en ciao. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Race Planet.